Welkom bij een nieuw filmpje van Glamourmoes.nl. Ik ga vandaag de beautybox met jullie samen unboxen. Stiekem heb ik er zelf al in gekeken om even te zien wat er allemaal in zat. Maar ik ga hem wel vandaag aan jullie laten zien. En ook laat ik de top 5 favoriete producten van de maand maart zien. Ik combineer dit nu in één video. Normaal doe ik de favorieten en de beautybox apart in een fotoartikel. Maar ik wil dat ze een keer op een andere manier doen. Dus ik begin met de beautybox. Die ontvang ik iedere maand in de zwarte bekende box. En dit keer is dit de inhoud. Ik laat het even zien. Snel. En het kaartje met de informatie. En ik begin als eerste met het leukste product, vind ik zelf. En dat is het nagellakje van Nails Inc. Ik ken het merk niet. Het is een nagellak die een gel effect op je nagels geeft zonder de UV-lamp te moeten gebruiken. En de kleur is Kensington Palace. En ik vind het wel een heel mooi kleurtje. Dus ik ben heel benieuwd of het goed gaat werken. Op zich ziet het er goed uit. En Nails Inc. nagellak kost, ga ik ook even voor je checken, €16,50. Dus dat is best wel prijzig, want dat is duurder dan de OPI nagellak. Dus ik verwacht er dus wel heel veel van. Maar dat zullen jullie binnenkort op mijn blog zien. Ik ga door met het volgende product. En dat is een nieuw product van Rituals. Dit is de Calming Bed & Body Mist in de geur Organic White Lotus en Yiyi Ren. De geur ken ik wel, het product dus nog niet. En het zit in een hele mooie luxe glazen sprayflacon. Het ruikt super lekker, dus ik ga het zeker gebruiken. Het is een combinatie dus van een bed en body mist. Dus je kunt het op je bed sprayen, maar ook op je huid. Dus ga ik reviewen. Dat vind ik erg leuk dat het in de beautybox zit. En hij kost ook €16,50, net zoals de nagellak. Dan zit er een product in van Mario Badescu. Dat is een populair merk in Amerika. En ik heb al een aantal keer eerder een product in de beautybox gehad. En dit is de Seaweed Cleansing Soap. Dus dit is een exfoliërend product voor je gezicht. Lekker groen kleurtje en de beetje klinische verpakkingen van Mario Badescu. Maar ik ben wel heel benieuwd naar dit product. En het is een makkelijke reisformaatje, dus kan ik ook meenemen naar Barcelona over een paar weken. En deze kost normaal €16 en dan is hij full size. En dit is, even kijken, het aantal milliliters staat er niet op. Normaal 236 milliliter, maar dit is dus een reisvariant. Dan zit er een heel apart potje in. Dit is de Davines shampoo. En dit is een shampoo voor droog en gedehydrateerd haar. Ik ken dus het merk helemaal niet. En op zich is het wel makkelijk, want er zit een kleine opening aan. En ik kan de geur niet echt plaatsen. Dus ik ga hem nog even verdiepen en ik ga hem uitproberen. En dan lezen jullie er misschien meer over op mijn blog. Deze kost normaal is €11 en dit is een full size. Dan zijn we alweer toe aan het laatste product in de beautybox. En dat is eigenlijk geen beauty product. Het is een kaarsje van Woo, Worlds of Opportunities. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het is een heel klein ingepakt kaarsje. En ruikt wel lekker. Beetje zeepachtig. Ik dacht ook dat het een zeepje was. Maar het is dus een kaarsje. Dus gaan we gewoon opbranden. En dan was dat het laatste product uit de beautybox. En ja, ik ben een beetje wisselend enthousiast over de inhoud. Ik vind de Rituals heel erg leuk. En ook het Mario Badescu zeep voor je gezicht en een nagellak. Maar die shampoo vind ik niet zo heel interessant. Maar ga ik wel proberen uiteraard. Dat is alles wat ik binnenkrijg. En het kaarsje, dat vind ik niet echt een beautybox item. Maar goed, wie weet zitten volgende maand weer 5 nieuwe producten in waar ik wel enthousiast over ben.
Dit was de beautybox van de maand maart. En dan ga ik nu door naar mijn favoriete producten van de maand maart. En dat doe ik altijd in de vorm van een top 5. En dit keer heb ik weer 5 verschillende producten uitgekozen. En ik ga ze één voor één met jullie bespreken. En ik begin met, denk wel, mijn grootste favoriet van de maand maart. En dat is dit parfum van Cartier. Dit is La Panthère. Het nieuwste parfum van Cartier. En ik kreeg hem cadeau bij de Get to Know Almere bloggers event. En ik ben er nog steeds super blij mee. Het is echt zo'n lekkere geur. Heel bloemig. Maar ook wel heel warm en sensueel. En ja, ik hou wel van dat soort parfum. Dus deze heb ik echt al heel vaak gebruikt. En die ga ik ook nog heel vaak gebruiken. Gelukkig is het 50 ml. Dus ik kan nog even vooruit. Het volgende product is een mini van Benefit. En dit is de Roller Lash Mascara. En dit vind ik echt een super fijne mascara. Ik heb hem nu, die kreeg ik ook cadeau bij de Get to Know Almere event. En ja, hij is gewoon echt super fijn. Gewoon een siliconen borsteltje. En ja, mijn wimpers die worden echt mooi verlengd en gekruld. Dat is voornamelijk het belangrijkste wat ze zeggen. Je gebruikt de ene kant om je wimpers te krullen. En daarna gebruik je de andere kant om je wimpers te separeren. Het werkt bij mij gewoon echt super goed. Dus als deze op is, ga ik waarschijnlijk wel gewoon de full size varianten kopen. Ondanks dat die dan €25 kost, vind ik het wel de moeite waard. Dus dat is favoriet nummer 2. Dan heb ik een deodorant. Dit is de Dove deodorant. De Soft Feel. Ik zag deze in Duitsland. Ik wist niet of ze hem in Nederland ook hadden. Dus ik had hem daar meegenomen. Dan zijn ze sowieso goedkoper. Maar deze ruikt gewoon echt zo lekker. Het is echt een hele lekkere, frisse, schone geur. En er zit geen alcohol in. Dat vind ik ook heel belangrijk. En het is een kleine compressed variant. Dus die kan ik makkelijk meenemen. En weegt niet zoveel. Maar gaat net zo lang mee als de grote variant. En ja, deze heb ik echt deze maand gewoon superveel gebruikt. Dus die mocht in mijn favorieten van maand maart op nummer 3. Daar heb ik nog 2 producten over. En een van die 2 is het micellair water van Kruidvat eigen merk. Ik heb al heel veel micellair water geprobeerd van verschillende merken. Onder andere van Nivea, Garnier en L'Oréal Paris. Maar ik wilde ook wel eens gewoon een eigen merk product proberen. En dit is een nieuw product van de Kruidvat. En hij is tot nu toe heel erg goed bevallen. Dus daarom staat hij in de favoriete top 5 van de maand maart. En hij is zonder parfum, alcohol en kleurstoffen. Dus ook geschikt voor de overgevoelige huid. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke positief. Dus hier komt nog een uitgebreide review van online. En dan ga ik door met het laatste product. En dat is deze van Garnier. En dit is de staat er geen Duits op, maar dit is voor tegen puistjes. Dus als je puistjes hebt, kun je dit meerdere keren per dag aanbrengen. En dan droogt het sneller uit. Ik vind het sowieso een heel fijn product. En ik heb ook wel het idee dat mijn puistjes er wel echt sneller door verdwijnen. Dus die heb ik afgelopen maand heel veel gebruikt, omdat ik veel onregelmatigheden hier had. En dit heeft daarbij geholpen. Dus dit is mijn laatste favoriet van de maand maart. Nou, dit was de unboxing van de maand maart voor de beautybox en mijn top 5 favoriete producten van de maand maart. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg!